Bij veel diersoorten zien we overigens dat verlijden heel erg seizoensgebonden is. Edelherten een beetje in het najaar, in oktober, dan gaan die mannen de vrouwen verleiden. En het wordt dadelijk voorjaar, dan zien we al die vogels weer druk worden. Zelfs hier achter op het eiland zien we de waterhoentjes alweer wat drukker worden. En het is allemaal seizoensgebonden. Maar bij mensenapen niet. Bij chimpansees bijvoorbeeld hebben de vrouwen en de mannen dezelfde cyclus als bij mensen. Elke dag van het jaar kunnen ze elkaar verleiden en er is geen seizoen. Dus eigenlijk elke dag van het jaar kan ook tijd voor liefde zijn.